feestjes. Dit is de stad van de sensatie. Dit is de stad van entertainment op het allerhoogste niveau. En dit is ook toevallig de stad waar vanavond de Classico wordt gespeeld. In dat LA Giants Stadium in Las Vegas. Want daar hebben we het over. Daar waren de Soccer Champions Tour op dit moment in vol ornaat wordt afgewerkt. En vandaag is de klas even anders. Ja, Lewandowski gaat, en daarom staan zij met die Poolse vlag weliswaar andersom. Maar toch, wat geeft het? Lewandowski gaat straks zijn opwachting maken. Kinderen in het Poolse shirt, zag u. De nummers 1 en 2 toch uiteindelijk van de Spaanse competitie komen nu het Legend Stadium binnen. Kijk eens wat een prachtige trainingspak bij Real Madrid. En daar als laatste. Maar dat men bezig is met het verjongen, dat mogen duidelijk zijn. Dat zijn ze overigens bij Real Madrid ook. Daar staat Courtois. Rudiger. Ja, de Fransen natuurlijk. Hè. Camavinga en Tchouaméni. Bij Bayern meegemaakt. En dit zijn twee oude ploeggenoten. Ja. Alaba en Lewandowski. Jaren zeer succesvol en rupjes nooit genoeg als het ging om zilverwerk. En nu staan ze tegenover elkaar. Dit is Real Madrid. Deze. Goeie aanname van Ansu Fati. Oh, daar net nog. Een beetje van Real Madrid. Geen overtreding. Garcia. Busquets. Ja, zo kan je Lewandowski wel aanspelen natuurlijk. Rafinha, de man van de individuele actie. Gladde voetjes, ja, die heeft hij. Ja, Rudiger staat wel 7 op zijn benen en zegeviert in dit duel. Ook pas 25, hè? Deze. Oh, goede actie. Lewandowski is los. Lewandowski. Fati is mee. Lewandowski doet het zelf. En dwingt Courtois tot de eerste redding. Zo. Ja, daar hebben ze hem voor gehaald. Zijn doelgerichtheid. Kijk eens. Daar gaat Alaba het bos in. Terwijl hij helemaal geen boswandeling op het programma had staan. En hier is dan Lewandowski met het eerste schot op goal namens de Pool voor Barcelona. De redding van Courtois. Zich van geen kwaad bewust deze Araujo. De Goya. Prima schot. En daar was Ter Stegen gezien geweest. Maar voorlopig is het aluminium de grote vriend daar in Las Vegas. Kijk eens, boem. Wat een knal zeg van Valverde. En vol op de paal. En die was bereikbaar geweest, maar ja, die moest wel met bal en al heel veel Real Madrid gepasseerd worden, wilde de Spanjaard ook echt in balbezit komen daar. Maar het was kansrijk. Oh, daar! Camavinga in de fout! Fati, nee! Poeh. Hij moest heel snel handelen. En misschien wel te snel om het ook nauwkeurig te houden. En dat lukt net niet. Niet zoveel aan de hand voor Camavinga, maar dan glijdt hij weg met die bal. Razendsnel schakelt P3 richting Fati. En dan zit daar volgens mij nog een voet aan van Courtois. En dat is de redding. Lewandowski. Het is gewoon een doeltrap. Nee, niet. Dat gaf de grensrechter overigens volgens mij wel aan. De assistent, maar het is uiteindelijk een vrije trap geworden. Dan zal hij dat misschien hebben aangegeven.
Ligt inmiddels vast, hè, 2028. En nou levert hij zo in. En dit is de doelpunt. Hoho! Wat een goal. Rafinha is de maker van deze treffer. En het is een wonderschoon doelpunt, zeg. Het is zijn tweede voor Barcelona, maar het is nu al zijn mooiste. Dit is de juiste man op de juiste plek. Kijk, hier is Militao. Lijkt allemaal niet zo heel veel aan de hand, maar dan levert hij zo in bij landgenoot Rafinha. En die doet dan dit. Ja, ze kennen hier Sinatra, ze kennen hier Elvis. David Copperfield, maar voegt daar Rafinha maar aan toe. Artiesten komen het best tot... Ja, het zwingt wel bij tijd en wijle, Barcelona. Kijk eens. Hier Rafinha, nu is vanaf deze kant en daar. Ja, wonderwerk van Alaba, hoor. Goed meegaat. Camavinga onder meer. Nou, hier. Zonde toch, hè? Want hij was er wel door, Vinicius. Camavinga zorgt hier even voor dat Barcelona er niet uit kan komen. Laat voorlopig nog op zich wachten. Ja, dat is de nonchalant van Vinicius. En met z'n allen komen ze ook niet meer in balbezit. Proberen het nog wel. Lewandowski. Arago, daar is een bal. Maar leek hoopvol, maar te hard. Oh, nou, daar is Vasquez en daar is Asensio. En dit was de kans. Dit was de kans. Dit was een geweldige aanval. En dat had verdiend een geweldige afronding. Maar die had Asensio net even op het moment dat het moest niet in huis. Alles gaat goed. En dan staat hij vrij. Dan wordt die bal door Lucas Vazquez op het juiste moment. Sergio Roberto. Oh, dat is makkelijk. Daar is Kessie. Daar is Courtois. Daar had de tweede kunnen vallen. En aanwieste Kessie had hem daar op de schoen. Maar het is de handschoen die in dit geval zegeviert. Wel een goede aanval. En kijk, is Kessie goed doorgelopen door de as van het veld. Maar de redding van de Belgische doelman is uitstekend. Hoewel ook niet heel sterk ingestoten.